Rechtstreeks uit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland met vandaag. Burgemeester Maastricht werkt aan zijn tv-carrière. Een kattenvijveling in Nijmegen. En iemand met een hekel aan SBSS. Dit is Hart van Nederland met Sandra Roede. Welkom bij Hart van Nederland. Met straks een laffe overval op een juwelier in Amsterdam. Maar nu eerst. Een onbekende ziekte tijst de Donkerbroek. Sinds de gasboringen bij dit Friese dorpje zijn geweest, zijn er nogal wat mensen met vreemde ziekteverschijnselen. En in Donkerbroek is ons verslaggever te plaatsen. Hallo Arno, jij bent naar de plek des onheils gegaan? Ja, dat klopt. Hallo Sandra, ja dat klopt. Al lijken de mensen hier in Donkerbroek niet erg van onder de indruk. Hoe bedoel je dat? Nou, de mensen uit Donkerbroek zien het probleem niet zo. Zoals je kunt zien in de volgende reportage. Sinds gasboringen bij Donkerbroek zijn mensen ziek geworden. Zo zijn er mensen die bloed ophoesten en naar verluid gedragen mensen zich ook anders dan voorheen. Volgens de inwoners in het Friese dorp is er niets aan de hand en ook alle geruchten over doden worden ontkend. Zo spraken wij ook wat mensen in het bos waar de gasbel zich onder zou bevinden. Mevrouw, bent u niet bang dat u ziek wordt, net als uw dorpsgenoten? Ach wel nee, bij ons is nog helemaal niks bekend. We zijn zelfs bezig met de spooktocht te organiseren. Een spookentocht organiseren, zegt u? In dit gevaarlijke stukje bos. Kunt u dat die mensen wel aandoen? Ja hoor, ik heb nog helemaal geen zieke mensen gezien. Zoals je merkt zijn de mensen zich niet van plan ook maar iets aan te trekken van de geruchten. Een ander gerucht dat een medisch team onderweg is naar het dorp om de epidemie te onderzoeken, kan er ook niemand bevestigen. Oké, Arno, bedankt voor je bijdrage. Als er verdere ontwikkelingen zijn, komen we bij je terug.